Omroep Zuidwest. Reportage. Ik sta hier bij het Schaatsmuseum in Hinderlopen, waar het boek over Reinier Paping wordt gepresenteerd. Ik wil iedereen welkom heten. Ik heb het vanmorgen gedaan richting de familie Paping. Die hebben wij ietsje eerder laten komen. Dat was heel gezellig. En nu zijn al zijn vrienden hier, zijn schaatsvrienden, zijn tijdsgenoten. En we hebben geprobeerd om dat ook in de tentoonstelling die jullie straks kunnen bezichtigen, hebben we die daar een plekje in gegeven, die schaatshelden. Ik heb nog op mijn lijstje staan dat ik de Brinta moet bedanken. Dat snappen jullie denk ik wel. Mark Hilberts en ik zei de ondergetekende. Het boek voor een groot gedeelte gedaan. En de tentoonstelling natuurlijk ook. Dus ik wou bij deze graag het woord geven aan Mark Hilberts. Oké. Dankjewel Pieter. Met heel veel plezier heb ik het boek geschreven, Reinier Paping, held van de Elfstedentocht. En graag wil ik ook noemen dat de tentoonstelling en het boek nauw met elkaar verbonden zijn. Want in het boek en in de tentoonstelling gaat het over meer dan alleen Reinier. Het gaat ook over de prijswinnaars van 1963. Uitgebreid met nog een aantal andere rijders van die tocht. Olivier, de kleinzoon van Reinier, mocht het eerste boek aan zijn opa overhandigen. Er mogen foto's gemaakt worden uiteraard. Blijf even staan voor de foto's. En doe een applaus. Een prachtig moment. Je mag er even bij blijven, Olivier. Want we zijn er nog niet. Hierachter is een deur. Er hangt nu een vlag voor. Reinier, jij mag die vlag proberen weg te halen. En daarmee symbolisch de tentoonstelling te openen. Waarna we zometeen allemaal de tentoonstelling kunnen gaan bekijken. Een schitterende tentoonstelling van de 12 prijswinnaars van de Elfstedentocht van 1963. Aangevuld met de namen die ik zojuist genoemd heb. Reinier, probeer het doek ervan af te halen als het lukt. Dan help ik jou ook een beetje. Vanaf boven? Ja, vanaf boven. Het zit al een stukje. Ja, applaus! Ja. Reinier, mag jij als eerste naar binnen gaan om de tentoonstelling samen met Olivier te openen. Hartstikke mooi. Dank u wel. Meneer Paping, toen u vernam dat er een boek over u zou worden geschreven, wat was uw gevoel daarbij? Nou, ik was er een beetje verbaasd over dat Gauke Boersma dat van plan was. Maar ik heb gezegd, ja, ik geef mijn volle medewerking daaraan. Dus als jullie wat hebben willen, nou, ze zijn diverse keren bij mij geweest. Heb ik alles vol van 63 en daarna heb ik allemaal tevoorschijn gehaald. Wat vond Olivier ervan dat hij het eerste boek aan zijn opa mocht overhandigen? Nou, best wel speciaal, want niet iedereen heeft zo'n opa die dan waar je iets gaat uitreiken. Dus het is best wel mooi en dan, dat ik het dan mag doen. Terwijl zij het allemaal hebben gemaakt en dan mag ik het doen. Terwijl ik er niet zo heel veel mee te maken heb gehad. Maar het is heel erg mooi dat ik dat dan mag doen. Ja, veel mensen die hebben deze afstand nog niet gehaald. Want er zijn 15.000 gestart en maar 126 hebben hem uitgereden. Maar wat deed het met u dat heel veel mensen afvielen? Hè? Wat deed het met u dat heel veel mensen afvielen? Ja, dat wist ik niet wat er achter mij gebeurde. Dat er zoveel jongens allemaal mee stapten. Sommigen bij Sneek al. En ik ging mijn eigen gang eigenlijk. En ik had natuurlijk een geweldige... Ik had een goede conditie, maar geweldig je vorm, hè. En dat is, met de ene wedstrijd is soms wel eens verschillend. Maar dat was die dag, was het, kon ik alles. En wat was het mooiste moment volgens u? Wat staat u nog het meeste bij van alles? Nou, de binnenkomst natuurlijk, met die 10.000 mensen die aan de kant stonden. En dat ik al balzwart alleen vandoor ging. En dat ik de jongens niet meer zag. En dat ik drie minuten voorsprong in Halingen en toch maar doorgegaan ben. Nou, ik ben nu C-junior, dus dan mag je alleen nog maar korte afstanden doen. Dus 500, 1000 en 1500. En ik heb nu ook al de 1500 gereden. En ik rijd zaterdag in Tiel. Ja, en als de Elfstedentocht nou weer komt, dat kan wel een tijdje duren natuurlijk. Maar als hij weer komt, ga je dan ook meedoen? Ja, als ik een goede leeftijd heb en ik ben gewoon echt fit, dan ga ik dat denk ik wel meedoen.
doen. En dat lijkt me wel gewoon heel gaaf. Ik rij ook toertochtjes met mijn vader en dat vind ik ook echt heel erg leuk. En u ging over de finish en wat ging er door u heen? Welk gevoel? Een beetje zo... Ja, zo verzorgd. Ik mocht in bad en ik lekker bad hadden ze klaargemaakt. Nee, ik mocht met mijn vrouw boven lekker dineren. En en toen moesten we weer naar Dedenswaard, mijn dorp. En een zaal vol mensen, 600 man, werd ik gehuldigd. En later in Ommen de volgende dag. Toen werd ik geleefd.